Welkom op deze zonnige dinsdag. We hebben weer allemaal vragen voor de nieuwe Q&A Tuesday die we voor jullie gaan beantwoorden. We hebben 2 pagina's vol met vragen, dus laten we er maar meteen inspringen. Devoltke, die heeft een vraagje over Uncharted. Precies. Hij vraagt, wat zijn volgens jullie de plannen van Naughty Dog naar Uncharted 3? Ik denk dat hij Uncharted 4 bedoelt. Waarschijnlijk wel. Een nieuwe franchise of toch maar een sequel? Wat denk jij? Ze hebben natuurlijk met The Last of Us een tijdje geleden nog een nieuwe franchise uitgebracht. Dus ja. Ik denk eigenlijk dat ze daar verder op gaan bouwen. En dat we misschien wel een Last of Us 2 kunnen verwachten voor de PlayStation 4 over een tijdje. Ik denk ook The Last of Us 2. The Last of Us 1 was een heel groot succes. En op de PlayStation 4 en 3 heeft het goed gescoord. Dus ik denk dat er een tweede deel aankomt. Dat denk ik ook wel. Ik denk dat we daar wel niet dit jaar iets over gaan horen. Maar als Uncharted 4 uit is, zeg maar. Dus de volgende E3. Ja, precies. Over een jaar. E3. Dat duurt nog eventjes. Menno Rix die vraagt. Wat is volgens jullie de beste action adventure game? De Assassin's Creed serie, de Batman Arkham serie of Shadow of Mordor? Nou, dat is een hele goede vraag. Voor mij is dat Assassin's Creed serie. Dat is voor mij ook. Dat is vrij simpel dan. Ja. Ik heb Shadow of Mordor, Batman, waren natuurlijk allebei ook goede games. Batman is natuurlijk een serie, Shadow of Mordor is nog maar 1 game. Maar als ik moet kiezen, dan spreekt Assassin's Creed mij toch het meeste aan van het hele zootje. Yes. Ja, maar ook gewoon de setting van Assassin's Creed vind ik altijd gaaf. Nou, het zijn meerdere settings, zeg maar. In Batman zit je toch vast aan die stad. Ja. En in Shadow of Mordor zit je natuurlijk in Middle-earth. En Assassin's Creed, dan springen ze natuurlijk zometeen naar allemaal andere gebieden. We zijn natuurlijk in Parijs geweest, we hebben Amerika gehad, ja. Italië, noem het maar allemaal op. Dus voor mij Assassin's Creed. Nou. Ja, vind ik ook. Wessel Luiten die vraagt dan, beste XGN, denken jullie dat Batman in Arkham Knight dood zal gaan? Ik vraag me dit af omdat Batman Arkham Knight het laatste deel in de Batman serie is. Ja, dat is een goeie. Wat denk jij? Nou, ik denk het niet. Waarom niet? Omdat Batman gewoon niet dood kan. Dat is vrij simpel. Het is de held van de game. Het zou een beetje treurig zijn als hij dood is. Misschien krijgen we zo'n einde als in Dark Knight Rises. Dat hij lijkt alsof... Is dit een spoiler alert of mag ik gewoon door? Maar dat hij lijkt alsof hij dood is, zeg maar dat het uiteindelijk toch niet is. Dus dat denk ik. En of het de laatste Batman in de serie zal zijn, dat vraag ik me ook hevig af eigenlijk. Het is natuurlijk, de serie loopt al een tijdje mee, nieuwe ontwikkelaar nu natuurlijk. Dus ik denk dat ze aardig nog daarop voort kunnen borduren. Er was van Amazon was een collector's edition gelekt met daarop een bordje in memory of Batman. Okay. Dus het lijkt op alsof hij dood gaat, maar ja, je kent Batman, die kan ook gewoon verdwijnen en doen alsof hij dood is natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad, dat heeft hij wel een paar keer gedaan volgens mij. En anders doen ze gewoon een reboot, die superhelden gaan constant dood en dan reviven ze weer en weet Precies. ik het allemaal. Staat weer een nieuw op. Ja, en, Superman is ook al 300 keer dood gegaan volgens mij. Ja, sowieso. Dan draait hij de tijd terug en is het weer goed. Dus ik denk niet dat hij voor eeuwig dood is in Gameland. Nee, ik denk het ook niet. Frank van Noorn, die heeft E3 dilemma's. Een nieuwe Donkey Kong Country of een nieuwe 3D Metroid game van Retro Studios? Dat is een simpele. Dat is een nieuwe 3D Metroid game. Oh, ik zou echt voor Donkey Kong gaan. Nee, ja, we hebben al zoveel Donkey Kong Country games nieuwe gehad. We hebben 2 nieuwe toen gehad al. Ja. En Metroid die loopt toch een beetje achter op dat gebied. Ja, Metroid dus, loopt inderdaad achter. Ik vind dat Metroid wel tijd is voor een nieuw deel. Ja. Oké, maar de volgende. Van Rare, een nieuwe Banjo-Kazooie of een Conker? Nieuwe Conker. Ja? Ja. Oh, liggen die op 1 lijn? Ik zeg dan weer Banjo-Kazooie. Nee, nieuwe Banjo-Kazooie, nieuwe Conker. Gewoon die eekhoorn, die mag weer eindelijk een keer terug. Ja. Ik zou zelfs nog blij zijn met de nieuwe re-release hoe heet die, Bad Force Day. Is natuurlijk naar de Xbox al gekomen, origineel de Nintendo 64. Ja. Als ze die naar de Xbox wil brengen, ben ik ook al blij. Ja. Hij komt natuurlijk, Conker is nu natuurlijk, hij zit een beetje in die, hoe heet die game nou? In die Xbox game waar je eigen spellen kunt maken. Maar die is niet zo heel erg geslaagd. Nee, die was niet geslaagd. Ja, ik ben even de naam kwijt. Niet Project Spark? Ja, die. Ja, die Project Spark. Ja, precies. Ja, daar zat hij in. Daar zat hij dat is natuurlijk niet een hele echte nieuwe game. Ja. Nee. Volgende. Red Dead 2 of Red Dead Redemption 2 of Bully 2 van Rockstar. Sowieso Red Dead. Dat is mijn favoriete game. Dat vind ik ook. Bully heb ik niet zo heel veel mee. Ik ook niet. En dan van 2K Games. Een nieuwe Mafia of een nieuwe Bioshock? Bioshock vind ik. Ja? Ik vond de Bioshock franchise echt heel goed. Mm. En ik zou gewoon nog een nieuwe game ervan willen zien. Ik wil een nieuwe Mafia. En daar werken ze ook aan, dus die gaat gewoon komen. Ja, daar werken ze ook aan. Voor de next gen. Of tenminste voor deze generatie. Voor deze gen, Fallout 4 dan, of een nieuwe Elder Scrolls van Bethesda? Nou, die komen allebei natuurlijk, maar als eerste wil ik een nieuwe Fallout. Ja, geef mij wel een Fallout als eerste, Gewoon die laten al langs op zich wachten. En de Elder Scrolls hebben we mee kunnen spelen. Ja, inderdaad. Natuurlijk Skyrim hebben we al gehad. Dus het is mooi als ze dat afwisselen. Nu Fallout 4 en daarna weer een nieuwe Elder Scrolls. Ja, we hebben natuurlijk tussendoor ook Elder Scrolls online gehad, dus die loopt ook nog mee. Dus veel Elder Scrolls al gezien. Dan een nieuwe God of War 4 of een nieuwe Quantum Dream game? Lastig.
zeg jij? God of War 4. Ik zeg God of War 4. Ja, ik heb niet zoveel met Quantum Dream. Nee, Kratos is gewoon een badass. Die zou ik gewoon nog in de game willen zien. Daarom. Je moet kiezen en thanks voor het beantwoorden. Graag gedaan en we hebben gekozen. Laat even weten of jullie het ermee eens zijn. En laat jouw antwoorden op deze stellingen en dilemma's ook weten in de comments. Kijken of jullie het ermee eens zijn. Precies. Thijs KNVB, kijken jullie al een beetje uit naar The Witcher 3 op de redactie? Enorm. Enorm. Ik krijg echt heel veel, ik kan niet wachten. Hij is al op de redactie. Hij is er al, ja. Hij wordt al gespeeld, dus de review is in de maak. Ik kijk er ook heel erg naar uit. Ik heb hem in Warschau heb ik hem toen gezien. Daar was ik samen met Ralf heen. En ik vind hem heel erg vet en ik ga hem ook zeker spelen. Dus ik kan niet wachten. Ik ook niet. Ja. Gewoon nog even... Wordt tijd. 10 dagen of 9 dagen. Zoiets, ja. Wanneer komt hij uit? 19 week komt hij. Ja, dus heel snel alweer. Lekker. Soja. IT. Waar staat dat voor? YouTube? Ik denk YouTube, ja. En dat was vaker gevraagd. Ja. Hoeveel Xbox gamers zijn er op jullie werkvloer? Best wel wat. 1. Jij uit 1. Roxy is er 1. 2. Laura. 3. Sebastian. 4. Hidde. 5. En van de stagiairs is het geen 1. 5. 5 tot nu toe. Dat is toch een aardige bezetting. Dat is aardig wat, ja. Ja, zeker weten. Wel genoeg. Ja, nou ja, niet genoeg. Iedereen moet gewoon alle consoles halen. Klaar. Eigenlijk wel, hè? Sturty dan, die heeft een vraagje. Ik ben een enorme Call of Duty zombie fan en vraag me af of ze bijvoorbeeld met het nieuwe deel eens alle zombie maps gaan terugbrengen. Dat zou een heel mooi gebaar zijn en ik denk dat de fans dat zeker zullen appreciëren. Om het even luxe te verwoorden. Wat vinden jullie hiervan? Ik hoop het. Ik vind die allereerste Call of Duty... zombies maps het beste. Ja. Die zijn nog klein, die heb je snel door. Ja, oké. En dat vind ik het mooie eraan. En die grote wordt het me iets te lastig. En het is wel gaaf, maar ik vind die oude toch het beste. Nou, dat is toch altijd een beetje dat je denkt je altijd terug dat was beter, zeg maar. Ja, maar als je dan nu weer speelt, dan vraag ik me dat altijd weer af. Ja, dat is wel zo, ja. Ik weet het niet. Ja, ik heb liever altijd bij ontwikkelaars dat ze gewoon dan nieuwe dingen in nieuwe games stoppen. En dan misschien dat ze later als een DLC-pakketje voor de fans nog de oude maps re-releasen, zeg maar. Ja. Maar ik heb zoiets, als je die oude zombies wil spelen, dat werkt gewoon nog. Dus dan start je die oude zombies op. Dus dat is niet zo lastig. Ja, dat is alweer zo. Ja, dat klopt, ja. Dus dat zou ik voorlopig gewoon doen. Ik verwacht niet dat ze alle mappen uit alle zombie dingen van Call of Duty in Black Ops 3 gaan stoppen. Ik verwacht het ook niet, hoor. Het zou wel mooi zijn voor de fans. Volgende vraag. Zien jullie de volgende Gears of War ook op de PS4? Nu de markt van de PS4 groter is, is deze serie volledig van Microsoft? De PS4 gaat de Gears of War nooit komen, nee. Want de serie is inderdaad in handen van Microsoft. Hij werd eerst natuurlijk gemaakt door Epic Games. Ja. Dat is niet langer zo, maar de naam en de rechten en zo die liggen allemaal bij Microsoft. Dus dat blijft een Xbox exclusive. Wellicht natuurlijk kan die naar PC komen, maar dat hebben ze één keer gedaan en daarna niet meer volgens mij. Nee, klopt. Dus ja. Dat verwacht ik niet. Er is een nieuwe Gears of War in de maak. Volgens mij toch? Ja. Er gaan wat geruchten over een Gears of War 4. En inderdaad. Vanochtend waren er wat geruchten. Ook over re-releases weer allemaal. Ja, er was vanochtend weer een nieuwtje opgedoken. Ja, dus het is allemaal nog niet zeker. Dus misschien op de E3 krijgen we nieuwe Gears of War beelden te zien. Is eventjes afwachten, maar hij zal niet naar de PS4 komen. Dus wil je Gears of War spelen, moet je een Xbox One kopen. Precies. Sturty, hier heeft een vraagje. Ik ben nu 21 jaar en games spreken me de laatste tijd minder aan. Voorbeeld, vroeger kon ik Gears of War of een Call of Duty 4 uren achter elkaar spelen, maar nu kan het amper een uurtje volhouden en ben ik de game al beu. Of de games van tegenwoordig zijn te weinig vernieuwend en ik heb het allemaal eens gezien. Of is het zo dat als je ouder wordt je interesse in games afneemt? Wat is jullie mening hierover? Nou, ik kan hem heel goed begrijpen eigenlijk. Ik ben zelf 20 jaar en ik heb het ook een beetje. En toen ging ik nadenken van ja, waar zit het nou? En ik heb eigenlijk een paar dingen opgeschreven. Sowieso mijn vrienden zijn minder gaan gamen. Mm-hmm. En die namen me heel vaak mee. Daarvan, ja, grote potjes speelde ik al met hun, lange potjes. Ja, ik heb wel andere interesses gekregen. Maar nog steeds is gamen een van mijn grotere interesses. Ja. En ik heb er steeds minder tijd voor. Waardoor je minder gaat gamen. En ik heb ook al hoe minder ik game, hoe minder verslaafd ik eraan raak. Want als je echt goed verslaafd bent, dan moet je veel tijd erin stoppen. En dan vind je het leuker worden, dan word je er beter in. Waardoor, dan ga je meer spelen. En ja, die tijd heb ik nou gewoon minder, waardoor het iets minder interessant wordt. Ja, dat tijd heeft het zeker mee te maken. Nou moet ik zeggen, 20, 21 jaar, ik ben zelf ook pas 25. Ik vind dat niet echt ouder worden, eigenlijk. Dat valt allemaal dat wel mee, jongens. Ja. Ik denk dat het vooral mee te maken heeft inderdaad met tijd. Kijk, als jij 14, 15, 16 bent, zeg maar, dan zit je natuurlijk nog op de middelbare school. Ja.
Nou ja, dan heb je meestal wel genoeg tijd om 's avonds flink te spelen. Dan kom je thuis en klaar. Ja, zoals jij zegt, je moet nu stage lopen. Je bent hier om 6 uur klaar. Je bent, hoe laat ben je een keer thuis? 8 uur. 8 uur. Ja. Dan moet je nog even eten koken. Dan moet je nog, weet ik het wat, allemaal doen. Ga je nog even tv kijken. En dan kun je nog even een uurtje gamen. En dan is het inderdaad met sommige games wel lastiger om erin te komen. Want heel vaak, heel veel games zijn natuurlijk voor singleplayer verhalen. Dus dan moet je echt flink gaan zitten ervoor. Doe je niet één missie even. Ja, bijvoorbeeld met een Witcher 3 zoals die net voorbij kwam. Dat is wel een game waar je echt voor gaat zitten. En dat je gewoon een hele middag wil spelen. En dat je niet eventjes oppakt. Ik vind daarom met veel games, om eventjes op te pakken, zijn bijvoorbeeld free-to-play games zoals League of Legends, even een potje tussendoor of bijvoorbeeld een strategie game of precies. Weet ik eens wat. Potje FIFA. Ja, inderdaad, FIFA is natuurlijk heel erg goed daarvoor. Call of Duty is dan weer wat lastiger omdat je toch wel vrij veel moet spelen om goed in te worden. Dus dan is het lastiger om daarin te komen. Precies. Ja, is het zo dat je interesses in games afneemt? Nou, dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Maar ik denk niet dat het aan de moderne games ligt. Ik denk niet dat de games slechter zijn geworden of minder interessant of weet ik het wat. Ik heb wel dat het vervelend is dat als je wat minder gaat gamen en je start een game op, dat je meestal weer een patch moet downloaden of er is een system update of dat soort dingen allemaal. En daar heb ik wel eens zoiets mee van ja, dan moet ik weer 20 minuten downloaden of zoiets. Soms gaat het in de achtergrond bijvoorbeeld bij een Xbox, maar soms heb ik wel zoiets van ja, moet dat nou weer een 20 gig patch zijn en dat is wel veel. Of games installeren bijvoorbeeld op de Xbox. Ik wil een nieuwe Halo spelen, moet je eerst alles naar die harde schijf kopiëren of downloaden. Precies. Dan heb ik wel zoiets van dan gaat je uurtje gamen. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat vind ik wel echt een negatief punt geworden aan console gaming, wat ze naar mijn mening moeten oplossen. Maar ik vraag me af of dat gaat gebeuren. Maar ik vind de moderne games vind ik eigenlijk een stuk toffer dan wat er 10 jaar geleden uitkwam. Ja, dat vind ik ook zeker weten. Het is nooit zo goed geweest bijna. Ja, eigenlijk nooit zo goed en toegankelijk en mooi geweest. Zo. Dus ik denk dat het in jou ligt, Stutty. Je moet gewoon meer gaan gamen, dan kom je weer in. Gewoon tijd voor vrijmaken. Precies. Gewoon niks meer doen in het weekend. Gewoon tot 's nachts 3 uur Call of Duty spelen. Ja. Goed worden en dan zit je er helemaal in. Dat lijkt me een plan. Dat wordt een deal. Dus laat weten, doe dat een maand. En kom dan bij ons terug om te zeggen of het nog steeds zo is. Dat lijkt me een goed plan. Ja, toch? Ja. Mooi zo. Dit waren de vragen voor de Q&A Tuesday van deze prachtige dinsdag. Het zonnetje schijnt nog allemaal, dus hopelijk gaan jullie nog even naar buiten. Nou, jullie moeten gamen natuurlijk, niet naar buiten voor een terrasje, want anders raak je eruit. Hopelijk hebben jullie nog mooie games om te spelen. Laat ook in de comments even achter of jullie het eens zijn met onze antwoorden en met de stellingen. En natuurlijk de vragen voor volgende week. Dan staan we hier weer en beantwoorden ze allemaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.